Wilde je vroeger iemand op afstand opwinden? Dan moest je creatief zijn. Met woorden wel te verstaan. Iets dat lang niet voor iedereen is weggelegd. Vandaag de dag is seksueel triggeren een stuk minder ingewikkeld. Een simpele gewenste foto van een paar borsten of een boxershirt met bobbel, aangevuld met een one-liner, is minder romantisch dan een liefdesbrief vol verlangens. Maar mist zijn uitwerking zelden. Veel mensen, met libido en een smartphone, doen er tegenwoordig aan. Sexting. Zo populair dat er een naam voor werd bedacht. Dit is Marit legt uit. Sexting is het delen van seksueel getinte video's, foto's of berichten via de mobiele telefoon of sociale media. Foto's en filmpjes van jezelf naar scharrels of geliefden sturen en dan een vergelijkbare reactie terugkrijgen. Het is voorspel via je telefoon. De perfecte manier om te zien wat de ander in huis heeft. Maar sexting kan ook nadelige gevolgen hebben. Als je sexting verstandig aanpakt, is het hartstikke leuk. Hoe doe je dat? Nou, het belangrijkste, zorg dat je gezicht nooit in beeld komt. Kijk ook uit met het in beeld brengen van sieraden of tattoos, waardoor je herkenbaar bent. Leuk is anders, maar vertrouw helemaal niemand volledig. Ook niet degene die jij nu ziet als je grote liefde. Alles kan kapot. En als dit gebeurt, kan je maar beter niet hebben dat ex-lief een heel arsenaal pikante, herkenbare foto's in zijn bezit heeft. Sexting kan leiden tot sociale uitsluiting, tot pestgedrag. Het kan zelfs je carrière schaden. En ook al is het verspreiden van pikante foto's tegenwoordig strafbaar, sexting maakt je chantabel. Wees niet zo naïef om te denken, hij of zij zou mijn vertrouwen nooit beschamen. Nee, nu niet misschien. Maar wacht maar tot je in een dronken bui in bed duikt met de buurman of buurvrouw. Of als je gewoon een nieuwe liefde vindt. Dan bestaat de kans dat hij of zij een leuke site vindt voor jouw vinger- of aftrekfilmpje. En stuurt ex-lief, als je pech hebt, de link door naar je werkgever en familieleden. Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt. Hou er ook rekening mee dat hackers en dieven dol zijn op pikante foto's. Het is dé manier om jouw geld afhandig te maken. Zorg er dus voor dat de herkenbare foto's, die je besloot voor jezelf te houden, niet onbeschermd op je telefoon staan. Want op die manier kunnen ze alsnog op het net belanden. Wil je ze wel bewaren om nog eens naar te kijken als je oud en gerimpeld bent? Sla het pikante materiaal dan veilig op. Dat kan ook op je telefoon. Je hebt tegenwoordig apps die je helpen om zo veilig mogelijk berichten te versturen en foto's op te slaan. Er bestaan apps waarmee je bestanden kan versleutelen, zodat een hacker er vrijwel niks mee kan. En dan is het nu tijd voor tips. Wat zijn nou de beste sextinghoudingen? Dat zal ik je vertellen. Tip? Laat bij sexting nog wel iets aan de verbeelding over, maar ieder zijn ding uiteraard. Dan eerst tips voor de vrouw. Oké, ga op je rug liggen met een kussen in je nek en duw je borsten samen met je armen. En maak een selfie. Zet de zelfontspanner aan. Ga op bed zitten met je kont naar de camera in cowgirl-positie. En maak een holle rug voor dat Kim Kardashian-effect. Maak een spiegelselfie, aan profiel of van je voorkant, naakt of met lingerie aan, wat goed voelt. Voor wie een stap verder wil gaan, film jezelf terwijl je masturbeert. Ga aan de slag met een speeltje of doe het oldschool met je vingers. Daarnaast kan je natuurlijk beschrijven wat je graag met iemand wil doen. De juiste tekst kan erg opwindend zijn. En dan nu tips voor de man. Allereerst, stuur nooit zomaar een foto van je penis. Vraag eerst of het object van je verlangen hierop zit te wachten. Of stuur pas een foto als hier nadrukkelijk om gevraagd wordt. En dames, dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Het kan natuurlijk zo zijn dat je zoveel pikant materiaal van je scharrelvriendin hebt gekregen, dat je zeker weet, nu kan het. Ook belangrijk om te weten, de meeste vrouwen vinden het niet opwindend om een foto te ontvangen van een slappe penis. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als je besluit dat een dikpik geoorloofd is, doe dan alsjeblieft een beetje je best voor je op verzenden drukt. Veel mannen zijn gemakzuchtig. Geloof mij, ik kan het weten. Ik heb een heel arsenaal aan ongewenste, onsmakelijke dikpiks in mijn inbox. Dus kritisch naar het beeld kijken. Staat je penis er een beetje aantrekkelijk op? En experimenteer met het perspectief. En met licht. Te donker is niet mooi. Maar te licht, dat kan ook verschrikkelijk uitpakken. Maak een foto van je stijve penis in je boxershort. Zo bouw je de spanning mooi op. Aandachtspunt? Ja, ik zeg het er maar gewoon bij, want helaas gaat ook dit geregeld mis.
Zorg dat je ondergoed niet verwassen of vies is. Of vol gaten zit. En zorg ervoor dat je half opgegeten tosti niet in beeld staat. En trek in godsnaam je sokken uit, voor je op de foto gaat. Ook een goed idee, een mirror selfie van je lijf. Terwijl je je penis in je hand houdt, die nog niet helemaal te zien is. Dat vinden veel vrouwen wel aantrekkelijk. Wat ook een prima plan is, nogmaals, alleen als je hierom gevraagd wordt, film hoe je jezelf heel langzaam aftrekt. Ik zou zeggen, ga lekker op sextingavontuur. Heel veel plezier. Easy toys, better toys, greater joys. Psst, hey. Meer weten over liefde, seks en relaties? Abonneer je dan nu op ons kanaal, Easy Toys TV. Als abonnee maak je elke maand kans op mooie prijzen.